Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. In de podcast van vandaag gaan we het hebben over 9 redenen waarom narcisten zo kinderachtig zijn. Het duurt niet lang voordat je je realiseert dat narcisten erg kinderachtig zijn in hun gedragspatronen. Ze zijn egoïstisch, behoeftig en hebben geen empathie of begrip voor mensen om hen heen. Wanneer ze worden uitgedaagd of gefrustreerd, krijgen ze een woedeaanval en lijken ze de gevolgen van hun acties niet te begrijpen. Dit zijn allemaal kinderachtige kenmerken, maar waarom gedragen volwassen narcisten zich op dezelfde manier? De redenen voor de kinderachtige acties van een narcist zijn allemaal gerelateerd aan de grondoorzaken van deze cluster B persoonlijkheidsstoornis. We gaan het hebben over 9 redenen waarom narcisten zo kinderachtig zijn en ik ga op deze redenen ook dieper in. Goed, allereerst, deze redenen zijn allemaal het gevolg van het jeugdtrauma dat hun mentale stoornis veroorzaakte. Allereerst reden nummer 1, narcisten dissociëren. Nummer 2, narcisten confabuleren. Nummer 3, narcisten hebben geen zelfbewustzijn. Nummer 4, narcisten zijn uitsluitend op zichzelf gericht. Nummer 5, narcisten mochten nooit keuzes maken. Narcisten waren ervan overtuigd dat ze recht hebben. Nummer 7, narcisten missen zelfvertrouwen en zelfvertrouwen. Nummer 8, narcisten ervaren de werkelijkheid door een vervormde lens. Nummer 9, narcisten leven in bijna constante angst. Je moet begrijpen hoe narcisme zich ontwikkelt om echt te begrijpen hoe die specifieke stoornis, psychische stoornis, ervoor zorgt dat de narcist zich op kinderachtige manieren gedraagt. En laten we de oorzaken van narcisme en elk van deze punten die ik net heb benoemd, de gedragingen, bespreken. Nou goed, allereerst, wat veroorzaakt narcisme? Narcisme komt voort uit bepaalde ervaringen uit de kindertijd, die de ontwikkeling van een gezond zelfgevoel tegenhouden. Alle kinderen zijn narcistisch omdat ze de eigenschappen van empathie en mededogen nog niet hebben geleerd. En ze hebben nog niet geleerd dat acties gevolgen hebben. Wanneer ouders hun kinderen op een bepaalde manier misbruiken, belemmeren ze de gezonde ontwikkeling van het ego of het zelfgevoel van dat kind. En hun kinderen leren niet die belangrijke levenslessen. Er zijn 2 soorten opvoedingsstijlen die narcistische kinderen voortbrengen. De eerste zijn narcistische ouders. De constante kritiek die een narcist zijn kinderen uitdeelt en de strikte controle die ze uitoefenen over het leven van hun kind zorgen ervoor dat het kind zijn ware zelf als hopeloos gebrekkig ziet. Ze begraven het diep van binnen om het voor de wereld te verbergen vanwege hun schaamte en gevoel van zelfhaat. Het andere type ouderschap levert in feite dezelfde resultaten op. Dit is de overbezorgde ouder die het kind nooit iets laat doen. Het kind komt tot dezelfde conclusie als het kind van narcisten. Ze zien zichzelf als onbekwaam en waardeloos. Deze kinderen begraven ook wat zij als hun waardeloze ware zelf beschouwen. En ik wil er nog wel even bij zeggen dat dit type overbezorgde ouder natuurlijk niet de bedoeling heeft om een narcistisch kind voort te brengen, hè, of dat het kind narcistisch wordt. Maar in beide gevallen hebben deze kinderen iets nodig waarmee ze kunnen interageren met de buitenwereld. Ze construeren voor dat doel een valse zelf. Maar het probleem is dat het valse zelf het werk van een echt ego niet kan doen. Als gevolg hiervan kunnen narcisten zichzelf niet kalmeren en kunnen ze hun gevoel van eigenwaarde niet intern ondersteunen. Ze hebben andere mensen nodig, dat wil zeggen externe validatie, om zich goed over zichzelf te voelen.
Dit gebeurt allemaal in de kindertijd en dus doordrenken deze jonge kinderen het valse zelf met grote ideeën, grootse ideeën. Ze zeggen tegen zichzelf dat ze almachtig en alwetend zijn in de trieste poging om het gevoel te hebben dat ze waardevol zijn. Dat resulteert in het volgende gedrag. Allereerst, wat ik heb net natuurlijk die 9 punten benoemd en dan gaan we er nu wat dieper op in. Allereerst, narcisten distantiëren zich. Zoals uitgelegd door Dr. Sam Veknin, hoogleraar psychologie aan 2 universiteiten, verwijst dissociatie naar het wissen van herinneringen of het geheugenverlies dat veel narcisten ervaren. Narcisten hebben de constante feedback van de mensen om hen heen nodig om hun eigen identiteit, eigenwaarde, grenzen en zelfs hun realiteitszin te reguleren. Met andere woorden, de dierbaren in het leven van een narcist fungeren als externe herinneringen en fluxregulatoren om de narcist te helpen een stabiele stroom van positieve, bevestigende en samenhangende gegevens te behouden. Ze vertrouwen hierop voor hun gevoel van continuïteit. De reden hierdoor is dat de narcist door zijn kindermishandeling is geconditioneerd om altijd voorbereid te zijn op het onverwachte. Dat leerden ze van hun grillige verzorgers. Gezien dat en het feit dat de narcist hun valse zelf heeft uitgevonden, wordt de narcist in zekere zin hun eigen schepper. Daarom hebben ze zulke grootse ideeën over zichzelf. Maar deze onstabiele structuur vraagt om bijna constante aanpassing. De narcist voorziet in deze behoefte door bijna constant te emuleren, te spiegelen en aan te passen. Ze zijn tegelijk niets en alles. De narcist verwerpt eenvoudig datgene wat niet overeenkomt met hun grootse ideeën, maar voor de waarnemer verschijnen de onsamenhangendheid en constante verandering als een gebroken, discontinue realiteit. Dit is dus dissociatie en het resulteert in een kinderachtig vasthouden aan een realiteit die anderen niet waarnemen en onsamenhangend en onlogisch vinden. Nou, punt 2 is narcisten confabuleren. En de gebroken aard van de realiteit van een narcist resulteert in gapende gaten in het geheugen. En om die gaten te compenseren, confabuleert de narcist. Je kan natuurlijk een podcast maken over confabuleren. Confabulatie, maar goed. Ze bedenken dus plausibele scenario's van hoe de dingen zijn gebeurd. Je ziet deze confabulaties als leugens, maar de narcist is noodzakelijkerwijs in staat om zichzelf te overtuigen van hun verzonnen realiteit. Als je dat niet doet, zou dat betekenen dat je de mogelijkheid onder ogen moet zien dat er iets ernstig mis is. En dat is niet iets waar het fragiele zelfrespect van een narcist tegen kan. De narcist zal vrij standvastig zijn in hun bewering dat wat er is gebeurd niet op een andere manier had kunnen gebeuren. Voor de buitenstaander is dit een frustrerende tegenstelling met wat ze weten dat er is gebeurd en het wordt nog gekmakender als het ware door het feit dat de narcist niet eens een alternatieve versie van de werkelijkheid zal overwegen. Reden nummer 3. Narcisten hebben geen zelfbewustzijn. De precaire relatie van de narcist met zijn eigen ware zelf betekent dat hij onmogelijk introspectief kan zijn. Diep graven zoals gezonde mensen geneigd zijn te doen is een riskante onderneming voor de narcist. Oog in oog komen staan met hun gebrekkige zelfgevoel zou het risico lopen op een zogenaamde narcistische ineenstorting. Dat is een complete mentale ineenstorting. Om dat te voorkomen vermijdt de narcist elke vorm van zelfbewustzijn. Ze willen niet naar binnen kijken omdat ze niet alleen bang zijn voor wat ze over zichzelf
zullen leren, zeg maar. Ze zijn bang dat hun ware zelf ook aan de wereld zal worden onthuld. Uiteindelijk is hun grootste angst verlating. Ze zijn bang dat wanneer de mensen van wie ze houden leren hoe gebrekkig en waardeloos ze zijn, en als dat gebeurt, de narcist hen de narcistische voeding die ze bieden zal verliezen. Dit alles resulteert in het kinderachtige gedrag waarbij de narcist weigert enige verantwoordelijkheid voor hun acties te erkennen. Dat zou neerkomen op toegeven dat ze hopeloos gebrekkig zijn. Reden nummer 4. Narcisten zijn uitsluitend op zichzelf gericht. Om hun fragiele evenwicht te behouden, moet de narcist uitsluitend op zijn eigen behoeften gefocust zijn. Ze hebben geen tijd of energie om aan andere mensen te denken. Ze moeten niet alleen constant hun dierbaren manipuleren, maar ze moeten ook constant waakzaam zijn voor eventuele bedreigingen om hen hun werkelijke gebrekkige aard bloot te leggen. Dit betekent dat ze de hele tijd op hun hoede moeten zijn voor dreigend gedrag en klaar moeten zijn om in een oogwenk te kunnen reageren. Ze kijken altijd en ze manipuleren altijd om ervoor te zorgen dat ze hun kwetsbare zelfrespect kunnen behouden. Dit resulteert in kinderachtig egocentrisch gedrag. Ze kunnen zich alleen concentreren op hun eigen behoeften en hoe ze die kunnen vervullen, vooral gezien ze constant de nodige narcistische voeding nodig hebben. Reden nummer 5. Narcisten mochten nooit keuzes maken. Of hun ouders nu narcisten waren of overbezorgd, het narcistische kind mocht nooit zijn eigen keuzes maken. Dit leidde tot hun gevoelens van waardeloosheid en stopte de ontwikkeling van hun zelfgevoel. Maar het zorgde ook voor een gevoel van machteloosheid. In sommige gevallen hebben hun ouders dat idee versterkt door hen te vertellen dat ze nooit dingen voor zichzelf zouden moeten doen, of dat ze niet in staat zijn om dingen voor zichzelf te kunnen doen. Dat is de reden waarom de volwassen narcist niet het gevoel heeft dat ze de dingen voor zichzelf kunnen doen. Ze geloven dat ze andere mensen nodig hebben om in hun behoeften te voorzien, zowel emotioneel als fysiek. Als dat niet gebeurt, stimuleert het een felle woede die het gevolg is van de angst dat de narcist denkt dat niet aan zijn behoeften zal worden voldaan. Ze reageren door te schreeuwen, je uit te schelden en soms fysiek te mishandelen. Ze zijn net als een kind dat een driftbui krijgt. Reden nummer 6. Narcisten waren ervan overtuigd dat ze recht hebben. In veel gevallen hebben de narcistische of overbezorgde ouders van een narcistisch kind het kind ervan overtuigd dat ze dingen niet voor zichzelf zouden moeten doen. Narcistische ouders zullen hun kinderen er vaak van overtuigen dat ze tot een speciale familie behoren en recht hebben op alle goede dingen in het leven. Overbezorgde ouders laten hun kinderen achter met het gevoel dat het aan andere mensen is om het kind te beschermen en in hun behoeften te voorzien. Hoe dan ook, het kind voelt zich gerechtigd en ze dragen dat gevoel van recht in hun volwassen leven mee. Je bent waarschijnlijk enkele van deze rechthebbende volwassenen tegengekomen die vinden dat iedereen moet doen wat hij denkt dat goed is. Iedereen zou ze moeten voorzien van alles wat ze nodig hebben. Kinderen hebben iedereen nodig om voor hen te zorgen, maar gezonde kinderen groeien daar overheen en ontwikkelen een gevoel van trots dat ze het voor zichzelf kunnen doen. Het narcistisch kind wordt dat gevoel van zelfbekrachtiging ontzegd en als gevolg daarvan voelen ze zich hun hele leven hopeloos. Reden nummer 7. Narcisten missen zelfvertrouwen en zelfvertrouwen. Omdat de jonge narcist nooit iets voor zichzelf mag doen, ontwikkelen ze nooit een gezond zelfbeeld en gevoel van zelfvertrouwen. Hun hele leven wordt bepaald door hun ouders. De narcist wordt het gevoel van trots ontzegd dat gepaard gaat met prestatie en ze ontwikkelen ook nooit een gevoel van empowerment dat gezonde kinderen ervaren als ze succesvol zijn in het voltooien van taken en het maken van keuzes voor zichzelf. Dit gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen zorgt ervoor dat ze op een kinderlijke manier op situaties reageren. Ze manipuleren
anderen om hen te helpen of ze klagen eindeloos dat ze slachtoffers zijn. En dit is ook heel vaak van toepassing bij de verborgen narcist. En vaak is de verborgen narcist een vrouwelijke narcist die altijd het slachtoffer speelt. Ja, reden nummer 8. Narcisten ervaren de werkelijkheid door een vervormde lens. Narcisten ervaren deze werkelijkheid door de vervormde lens van hun valse zelf. Ze creëren dit met als doel interactie met de buitenwereld. En ze doordrenkt het met de grandioze ideeën van een emotioneel gehavend kind. Ze hebben nooit een realistisch beeld van zichzelf of het leven in het algemeen ontwikkeld. Ze voelen zich gerechtigd vanwege de grandioze ideeën die ze hebben bedacht om zich goed te voelen over zichzelf. In werkelijkheid is het een tragedie, omdat het voortkomt uit verwaarlozing en emotionele mishandeling. Die vervormde lens zorgt ervoor dat de narcist de wereld in kinderachtige termen ziet. Ze overdrijven, vereenvoudigen en liegen om te proberen hun omgeving te begrijpen en anderen te manipuleren om hen een goed gevoel over zichzelf te geven. Reden nummer 9. Narcisten leven in bijna constante angst. Ten slotte leeft de narcist in bijna constante angst om te worden ontmaskerd als een bedrieger en een waardeloos persoon. Ze zijn altijd bang dat mensen zullen doorzien naar wat volgens hen hun hopeloos, gebrekkige, ware zelf is. Die angst drijft elke beweging. Ze moeten iedereen in hun leven beheersen om te voorkomen dat hun ergste angst werkelijkheid wordt. Als de dingen te echt voor hen worden, worden ze geconfronteerd met een narcistische ineenstorting. Dat wil zeggen een complete zenuwinzinking. Angst laat iedereen dingen doen die kinderachtig en egoïstisch lijken. En voor de narcist wordt dat nog verergerd door het feit dat ze geen volledig ontwikkeld zelfgevoel hebben. De redenen waarom de narcist zich zo kinderachtig gedraagt, houden allemaal verband met de ontwikkeling van deze cluster B persoonlijkheidsstoornis. Het is ja eigenlijk een triest verhaal, omdat het resultaat is. Het is het resultaat van beledigende ervaringen uit de kindertijd die de narcist effectief emotioneel gehandicapt hebben gemaakt. Hè. Het is een treurig verhaal, maar wel één die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de dierbaren van de narcist en voor iedereen om de narcist heen. Het begrijpen van deze verwoestende mentale toestand is noodzakelijk voor de ontwikkeling van mededogen. Dat medeleven is misschien het enige dat de mentale stabiliteit van de narcist in stand houdt. En je kunt je redelijkerwijs afvragen hoe dit misbruik de levensduur van de narcist beïnvloedt. Het is veel stress om te weerstaan. Ik kan hier natuurlijk ook een podcast maken over, ja, sterven narcisten vaak jong. Hè? De wetenschap daarvan uitgelegd. Als jullie dat willen, maak ik hier graag een podcast over. Ja, lieve mensen, vandaag was het niet zo'n hele lange podcast, maar ik hoop dat het alsnog een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox. Laat je reactie natuurlijk ook achter. En reageer, blijf vooral reageren op comments van anderen ook. Hè? Want dat zal misschien iemand anders heel veel goed doen of helpen in het herkennen van zijn of haar situatie. In ieder geval, bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen. En tot de volgende keer.